Hoi, vandaag is de internationale dag van de douane. Ja, douane. Hoe ga je dat tekenen? Vroeger had je van die slagbomen bij de grens in een wachthuisje. En zo'n douanebeambte met zo'n pet op. Over petten gesproken. Wat vinden jullie van al die gekleurde baretten die ik elke keer op heb? Ik heb er een kast vol van. En weet je hoe ik daar aankom? Ik kreeg ze gratis van een vriendin. Zomaar. Ik had wel gevraagd, wil je voor mij een baret maken? Want ik wist dat ze goed met de draad en naald overweg kon. Ik mocht ze gewoon zo hebben. Dat is toch aardig? Laten we iets gaan doen met de douane vandaag. Doe je weer mee? Even kijken hoor. We beginnen met de rand. Zo'n mooie band op die pet. Zo. Er zit hier een knoop. Zo. Er zat hier een soort wapentje. Dat kunnen we ook even tekenen. Zo. Zo, hier stond dan die leeuw in, hè, de Hollandse leeuw. Dan moeten we dat een beetje... Een leeuw die loopt. Nou, dat maakt niet zoveel uit. Er staat hier op. Staat zo'n kroontje. Zo. Zo. Een randje. Zo. Nou, nog wat plooien zo. Hier een klep. Zo, en dan hier die onderkant van die pet. Zo. En zwart inkleuren. Ik zie dat mijn stift alweer een beetje begint op te raken. Ik kan het nog arceren om wat meer schaduw te krijgen. Zo. Ik vind dat we best een aardig pet zo, al zeg ik het zelf. Laten we nog een keer even in het klein dat ze douanebord doen, of het logo van douane. Zorg dat je uitkomt natuurlijk met je letters. En die zwarte balk eronder. En deze weer arceren. Dat is normaal rood natuurlijk. Tada, douane. Ik zie jullie morgen in de volgende video.